Dames en heren, wij zijn aangekomen in chapter 2, The Academy Hallway. In de vorige video hebben we gezien hoe wij een bijzondere schat, een soort van driedelige diamant, hebben gevonden. En door de diamant aan te raken, raakten wij, ja, we zaten eraan vast. Dus alsof je likt aan een koude paal. Dat klinkt heel verkeerd. Ik denk zuchten. Dan moet je zuchten. Oké. Ja. Vries. Eigen invulling. We gaan verder met Academy Hallways. Wij hebben kennis gemaakt met de drie karakters. We hebben een dief. Dus een persoon die onbetrouwbaar is. Dingen steelt. Dat is de enige vrouw. Ik weet niet waarom, maar ik vind het opvallend. Oh. Dan hebben wij een... wat zeg je? Oké. We hadden een tovenaar en een ridder. Dus ik ga gewoon start drukken. Dan moeten we denk ik nu kiezen. Jij denkt maar dat Marjolein de afwas doet. Ze stilt gewoon de afwas. Dit kunnen we skippen, denk ik, of niet? Nee, we gaan praten. Luister. Finally, the wizard remembered the treasure. The treasure was the device that could bind souls together. Het was een soort van trouwring. How it worked, he did not know. Dan ben je ook aan elkaar verbonden. Mm-hmm. Dat is een klein woord van handboei, toch? Trouwring. Mm. Jij bent verloofd, Coné. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik bedoel, als dit het is, dan zit er geen feestje voor ons aan te komen. Ik weet niet. Jawel. Als je luister deze video terugkijkt, dan is het... het is een handboeien. Is... Ik druk op start. Oké. Oh, we zijn automatisch toegewezen aan iets. Ja, maar volgens mij... Ik ben Chickie! Ik ben tovenaar. Ik heb wel gezien dat Chickie echt de meeste vaardigheden heeft waar ik het slechtste in ben. Maar dat komt goed. Oh, we kunnen volgens mij wel wisselen eventueel, hoor. Ja, maar wie is nu... Dat is niet nodig. Ik ben de tovenaar. Ik ben de tovenaar. Man met schild. Ik ben de viking, ja, dat is wel passend. Ja, ik kan jullie op dit ding... toveren. Oh, wacht. Ik moet jullie misschien lanceren op een of andere manier. Oei. Ik ben allemaal knopjes aan het indrukken. Ja. Kom maar, Coné. Hup. Maar, Maar, hoe kom jij er dan? Ik ga mezelf lanceren met een kist. Oh, yes. En... Kom. Ja. Lekker. Let op. Hoe gaan we dit doen? Misschien kan Marjolein met dat touw vanaf die kant aan het ding trekken. Oh. Dat is niet nodig. Ik ben er al. Ik kan niet lager. Dit is jouw pakje, Jan. Wat? Coné moet hem doodslaan. Slaan? Ja, maar je kan toch met een pijl en boog... Ja, had ook gekund. Ik kan hem ook kapot schieten. Dit van dit stuk. Dat kan stuk, die plank rechts, hier. Die plank kan stuk. Oh ja. Ja. Oh, en je kist ook, sorry. Ja, we moeten naar boven. Oh. Ik kom eraan. Au. Kun je daar opspringen, Marjolein? Ja, mooi. Ja, Coné, kun je daar opspringen? Of moeten we kist op kist? Nee, dat kan. Nee, kijk, ik kan best wel hoog springen voor die hele harnas. Hier is iets gouds. Oh. Nope, sorry. Wat een chaos. Iets raakt mij. Oh, er staat hier weer zo'n schietmeneer. Oh, wacht. Kom wel even schietmeneer. Wat moeten we met dit ding? Oh. Die schietmeneer, die moet... jij kan ook schieten, Marjolein. Ja, maar rustig. Maar wat moet je met die kist? Dat weet ik niet, maar ik ga hem wel meenemen. Jij hebt damage. Oké. Ik? Ja. Oh ja, dat klopt omdat die meneer hier beneden op mij schoot. Waar Coné van onderen! Ja, lekker man. Die schoot op mij toen ik als eerste hier op beeld in kwam. Ja. Oh. Hier kan geslingerd worden. Jij kunt misschien... Hier. Kan ik met mijn zwaarte niet... Nee, kijk, dit is die kant op. Maar hier beneden is misschien nog iets aan spullen. Geheime secrets. Achter hier ligt een flesje, kijk. Zien jullie dat flesje? Oh ja. Ja, ik zie hem. En... Ik ga Living on the Edge. Gebruik je ding. Ja, welk ding? Je fly baby fly ding. Die ja. Kut.
En er dan naast springen. Ah, whatever. Kijk, met dit ding kan ik daar kan ik die deur mee bedienen. Hier, Bas. Maar ik weet nog steeds niet waarom ik die gouden kist heb. Ik weet nog steeds niet waarom je hem meeneemt. Ah, omdat hij opvalt. Zijn doos meenemen. Omdat hij er mooi uitziet. Reverse the spell. Ja, bij de boog. Ik heb een cadeautje. Als jij hem tegenhoudt, Corné, met je schild kan Marjolein doodschieten. Ja, goed zo. Ik land wel weer op. Lekker. Oh, hier staat weer zo'nzelfde kist. Hier is een cadeautje. Oh, kut. Gelijk, ik hoor het cadeautje. Ik kan het cadeautje niet bedienen cadeautje. Trouwens. Ik heb een cadeautje. Een holiday secret. Want het is een feest. Wij hebben het cadeautje niet gekregen. Lekker pu. Ja, dat is prima. Maar we moeten wel de overkant nu. Ja. Hey, als mannen kunnen dit oplossen. Kan ik hier wel op jouw schild staan? Want net kon dat niet. Nee. Nee. Want ik kan wel... Een grote doos daar... Hier zo... Ja, een grote doos op, bij de grote doos. Bij de kleine doos. Oh, ik dacht dat je mij aanduidde als grote doos. Oh, nee. Nee, gelukkig. Veel dozen. Oh. Al die dozen. Kan de kleine doos niet op de grote doos? Ja, ik kan maar één doos tegelijk maken. Weg. Ja, maar... Ja. Let op. Oh, sorry. Oh. Ik wilde al op de kleine doos springen. Kijk, we hebben... Was die daar misschien voor, die doos? Dus ik heb weer gewoon met foresight dit gedaan, hè? Je hebt gelijk. Flesje daarboven. Heel veel. En appels. Oh. Appels. Jij kan jezelf misschien daar opslingeren. Op dat ding. Wacht. Oh. Boing, interessant. Boing. Wacht. Boing. Als ik helemaal aan het begin... Oh. Je hebt Murphy wants to change character staat eronder in beeld. Ja. Wat is het dan? 1, 2 en 3 volgens mij. Oh. Oh. En dan moeten anderen. Als ik straks te dom ben, dan kan iemand het overnemen. Dat vind ik een fijn gevoel. Ja, dan kan je zeggen dat jij het gewoon was. Maar ik wil die appels. Hoe komen we daarboven? Weet ik niet. Kan ik op de muur plakken? Nee. Er is ook een kist daar die we weer kunnen gebruiken ergens voor. Nee, die heb ik gemaakt net, die kist. Dit is een toemerskist. Een toemerskist. Ik durf het niet te proberen. Kijk, ik kan er leuk hangen, maar... En dan? Nee, dat weet ik niet. Ik kan jou ook slingeren. Nee, dit is... Kan je met kistjes niet... eraf proberen te schieten? Ja, je kan met pijn en boog die appel schieten. Ah, ik ben gestorven. En nu? Wat gebeurt als je sterft? Ja, blijkbaar moeten wij nu door zonder jou. Ik denk dat jij met pijn en boog die appels had kunnen schieten. Wacht, hier zit zo'n raam. Oh, that's just great. Daar ben je weer. Oh, ik ben er weer. Oh, jee. Oh, en de deur is op slot. Oh, help. Vijanden, ik ben bang. Vijanden. Dit zijn jullie, ik kan niet vechten. Aan de kant. Kijk, nou kun je probeer eens je appels te schieten. Nee. Dit is gewoon mis. Dat is niet... Nee, kan niet. Gaat dwars er doorheen. Ja, nu wel. De eerste niet. Ja. Nee, is goed. Ja, dan niet. Dat is toch... Nee. Down. Wat was het plan, Corné? Wat doe je? Ik zit even snel in de compost kijken of ik misschien iets over het hoofd heb gezien wat ik kan. Shift en F. Wat is Shift en F? Ja, Marjolein! Oh, lekker! Dit is ook wat ik bedoelde, want je kunt erop springen. Ja, dat snap ik. Weet oh, lekker, lekker. Ik ben trots op je. Oh, skeletjes, schild. We hebben hem. Nee, er stonden bij mij andere controls bij, maar ik weet niet of dat nog telt. Want ik kan de knoppen wel indrukken, maar dat gebeurt niks. Kan ik daarop staan? Ja. Mm-hmm.
Niet twijfelen aan Wizard Toomusha. Hierboven is het, hierboven is het. Ja, maar ik ben wel een man in full plate en boven is belly. Oh. Oh, kut. Ja, handig zo'n kist op mijn bek. Ik had niet gezien dat jij alweer naar boven ging. Ja, ik ben bang. Ik maak een kist. Wacht! Ja, ik ga lopen. Hier ben ik net ook gekomen zonder kist. We kunnen jou weer reviven in hetzelfde raam? Kunnen we proberen. Je hangt daar wel... meerdere keren. Je hangt daar wel zo nog steeds. Hier is geen raam meer. Ja, oh wacht. Ja, dat weet ik wel. Ja, ik zag dat het raam daarboven zat. De Murf death count staat op 2. Ik ben bang. Jullie willen dat ik hier naar boven ga. Ik denk dat jij de enige bent die dat kan. Ik ben bang. Ah, nee, die... Nee, die kist had ik hier op het hoek gezet. Tom, kan je die kist open, die kist? Kan je een kist maken op mijn schild? Ik ben weer bijna dood, hè? Daar lijkt het wel op. Dan kan ik misschien... Wacht, dan moet ik hem wel super recht houden. Jullie hebben echt goede ideeën. Wij hebben fantastische ideeën. Ga eens weg met dat schild. Maar je bent weer dood. Ja. Door die kist de hele tijd. Helemaal, dat is echt bullshit. Als jij gewoon aan je touwtje blijft hangen, ga je toch niet dood. Ja, dat is goed. Anders ga ik wel blokjes maken hoor. Komt goed. Als jullie me even reviven, dan kom ik op die kist staan. Oh, hey, ik jumpte op jouw schild. Maakte ik een soort van dubbel jump. Ja, ik, dus het is mogelijk. Oké, dankjewel. Fijn dat er nog iemand aan mij denkt. Ik denk ook wel eens, ja. Ja? In het echte leven. Kijk, ik kan dubbel jump op jouw shield. Wacht, kan ik dat ook? In de lucht kan ik dat niet meer. Als jij gewoon gaat staan met je shield, kijk, dan kunnen we dubbel jumpen. Ja. Ja, maar als ik dan op een kist sta, dan kan ik helemaal... Ojo! Game reflect. Nou ja, ik. Babykist. Ja, hoppa! Lekker! Ik heb grotere dozen gewend, maar. Ja, vrouw, kijk deze video's, hè? Ja, dat weet ik. Ja, oké. Ik zal waarschijnlijk ook op de bank moeten slapen. Oh. Nee. Ik ben bang. Zal ik onderlangs gaan? Ja, als ik hem dan niet kapot maak. Ah, een schip, meneer! Oh, kom aan. Ik gooi een kistje op zijn hoofd. Zo, dat werkt! Ja, lekker! Ik zag het. Er is weer zo'n raar blok hier. Ga je die weer meenemen? Ja, als jij dat wil. Dus bij deze is dat jouw taak. Oh. Ik kan niet meer zelf lopen als ik zo'n kist vastpak. Oh, kut. Ik val mogelijk er vanaf. Moet dit niet kapot ergens? Daar is iets. Is rood. Ja, je hebt iets kapot geslagen, Corné. En ik heb een health potion opgepakt. Oké. Ik zit alleen niet... Oh. Wacht, als ik hem nou even duw. Mooi. Oh. Ik kan niet tegen de kist van Tom op. Ik blijf gewoon slingeren hier als een aapje. Ja, maar daarboven zijn dingen. Ik kan er nou niet op. Nee. Ja, ik zag het. Daarboven zijn dingen. Ja, er is een... We moeten naar boven, allemaal. Ik kan hier nergens heen. Nee, die plateaus, die kan ik bewegen. Kijk. Oh, maar die eerste ook. Maar die... Oh, kijk. Maar jij kunt toch gewoon aan die dingen hangen, aan alle dingen? Ja. Ik probeer dat ik karneeën. Oh, wacht, ik moet ze op elkaar leggen. Kijk, ik bedraai ze zo dat ze op elkaar vallen. Dat is het plan. Wacht, deze gaat niet verder die kant op. Oh, hij gaat hier weer... Ik moet hier ook aanhangen om hem beneden te houden. Kijk, kijk, ik leg ze op elkaar, dat is het. Ja, nice. Even oplopen. Ja, loop gewoon door, want waarschijnlijk kan ik hier toch niks meedoen in die puzzel.
Daarboven is een plateau. Oh, Murphy! Ik denk dat jij niet kapot moet schieten, Marjolein. Dat plateautje daarboven. Mogelijk ben ik gevallen. Wacht even, ik kan hier tussendoor misschien wel. Moet ik iets doen? Ja, niet mijn uitlachen. Dat doe je niet. Volgens mij, ja, ik kan nu mee... Ik ben bang. Niet bang zijn. Tom is bij je. Kun je met een pijl op die plank daarboven schieten? Tom en ik zijn bij je. Dat doet niks, oké. Okay. Nee. Als ik naar beneden spring met mijn schild naar beneden. Oh, kijk. Ja, dat vond ik een goed idee. Maar waarom is die plank daar? Kun je die kapot slaan met je zwaard? Oh, je kunt niet meer omhoog. Plank? Waarom is daar een plank? Oh, auw, auw. Kan niet. Ik heb geen idee. Is dat daar is achter iets volgens mij? Oh, hier ben ik bang voor. Ja. Ja, die kun je tegenhouden met je schild, ja. Ja. Kan je volgens mij gewoon onder me doorlopen? Oh, dit lijkt echt op Lost Vikings, dat is echt leuk. Oh, zo. Die deed ik met mijn kont blokken. Kijk, zijn er dingen die stuk kunnen hier zo? Dit ziet eruit alsof het stuk kan. Oh. Auw, ik kan ook stuk, Corné. Sorry. Ik kan hier doorheen dit blok misschien. Oh, wacht. Als jullie aan de kant staan, dan kan ik wel wat proberen. Ja. Oh, je moet hem redirecten. Ja, maar ik kan niet in de lucht... Wow. Nu heb je twee kogels in elkaar. Cool. Blijf. Je bent dood. Gestorven. En nu? Was hier nog een revive ding? Heel veel. Kijk. Hier, het bloemetje klinkt... Nee. Maar volgens mij moet je nu... gewoon 1, 2 of 3 drukken. Dan kan één iemand die knight zijn. Of... Nee, dat kan niet. Is dat zo? Ja, maar we willen jou gewoon reviven. Ja. Ja, dat... Maar ook, wel is alleen op bepaalde punten. Ik ben ook bijna dood trouwens. Oh, joh. Ik ben dood. It's all your hands. Hier is het. Oh, mooi man. Oh, wacht. Hij heeft mij niet tegen. Een knop. Ik heb een knop gedrukt. Kijk, dat ding is open. Welk ding? Oh, yo, ik had helemaal niet. Stonden. Ik heb op een knop gedrukt en dat ding is open waar we net stonden. Hey, oh, kan je dit manipuleren, Tom? Als we recht houden? Wacht, misschien... Oh, kut. Wacht, zal ik weer met mijn schild beneden komen? Ja. Oh. Hoe kom je er zelf op dan? Met pure... Ik kan nee, ja. Mechanics. Ik wou zeggen, ik kan nog een grotere kist maken. Oh, kut. Oh, hij... Nee. Ik kan dit, ik ben gamer. Nee! Misschien even wachten en teruglopen, toch? Ja. Ik kon niet meer terug. Ik was er ook in. Oh, die zucht. Nou, het staat nu ook 2 voor mij. Mm. Maar vuur is gevaarlijk. Het staat nu al 6 voor mij of zo. Dus. Ja, maar vuur is gevaarlijk, dus ik vind dat gegrond. Ja, dat is waar. Oh, anders spring ik er even naast. Gewoon weer een wijsles. Moet ik me hier ook healen? Als ik hier ga staan? Krijg ik dan... Volgens mij wel. Je kreeg net wel een beetje held bij. Hoe dan? Ja, ik denk dat het gewoon het startheld is, zeg maar. Waar je mee... Startheld? Nee, ik sprong natuurlijk weer ernaast. Want zo ben ik. Oh, lekker, Corné. Ja, ik kreeg wel eentje in mijn billetjes. In je billetjes? Ik ben bang. Ik ga even die skeletten. Ja, doe maar. Het is warm hier. Springen. Hier is weer zo'n revive ding. Ik kom eerst de doos van Tom en dan komt Tom zelf. Nee, ik wil... Hier ligt toch een vloed. Maar die moet Corné pakken. Ik kan niet meer naar boven. Ik blijf wel hier staan, dan mocht jullie sterven, dan kan ik... Hierboven ligt loot, en die kunnen wij niet pakken.
Ik kan ook gewoon oprecht niet meer weg hier. Kan wel iets, maar... Oh. Wacht, als ik spring, dan kan jij die doos onder me. Zou dat zo snel kunnen? Dan kan ik even stukken. Oh. Ja? Daar rechts ligt een flesje. Oh ja, zie hem. Yo. Ik ben bij een waterrat. Nice. Lekker. Zie je wel, dan krijg je health erbij als je er de eerste keer erbij zit. Ja, dan beneden. Kom maar. Werkt, dat werkt gewoon, met een schild naar beneden vallen. Ja, yo. Oh nee, draai dingen. Daarachter is ook iets. Ik ga daar naartoe. Ja, ah! They don't like us being here. Oh, ik moet even. Ik heb een andere taak. Kom aan. Yes. Ik kan niet het hele waterrad bewegen. Ik kan hier ook niet verder. Ik kan blijven staan. Dan vallen we toch naar beneden. Ja, dat is waar, ja. Kijken of er een knop ergens is. Mogelijk. Zie je een knop? Ben jij een knop? Ik kan. Oh, ik wou zeggen, ik kan het waterrad blokkeren. Maar Marjolein duwt de kist weer uit. Och, ja. Leuk, en nu dan? Ik dacht, misschien kan iemand hier dan nu overheen. Misschien ik, omdat ik geen dikzak ben. Nee. Au. Ik heb het gedaan. Wat heb je gedaan? Ik heb iets kapot geslagen. Nou ligt er gewicht op een plank. Oh, hier is een waterrad vanaf de andere kant. Ja. En dit hier kan Marjolein zo bij. Waar zijn jullie? Oh, daar. Ik ben hier. Je kunt zien boven. Waar wij zijn, hè? Ja. Maar ik ga achter jou aan en niet achter Cornea. Necklace of Life heb ik gevonden. Ik zag het. En nu hebben we een probleem. Nee, want ik maak gewoon een nieuwe kist. De kist weggaan. Ja. Even kijken. Increase your maximum health by 5. Stacks for the other enchantments. En die kunnen we aan ook evenveel aan Marjolein of mij geven. Is dat zo? Ik heb geen health nodig, ik ga toch wel dood. Op de X drukken. Captain Beerheart. Wat een man. Maar joh, als je op de X drukt, dan heb je allemaal dingen. Skills en items. Een soort veegschaal. En dan heb je Knight is a Sword of Shield. Oh. Ik denk dat Corné dat al kapot heeft gemaakt, waardoor we nu hieronder kunnen lopen. Oh, oké. Kunnen jullie hier komen? Want hier liggen van die appels. Ja, hier liggen van die appels boven. En ik zie van die houten plankjes waar je in kan grappelhoeken. Oké. Alleen ik ben een ridder. En ik ben het spel aan het kapot maken, want ik ben al heel hoog. Ja. Hallo. Ik kan niet plakken. Oh ja, ik kan wel. Ah, lekker. Is daar nog meer boven? Nee, alleen 2 experiences. Oké. Huts. Oh, skeletjes. Oh, ik ben bang. Ah, ik heb angst. Ik schiet op dingen die niet geschoten worden. Sorry. Jammer, joh. Oh, ik had hem! Jij kan gewoon wel door mij schieten, maar hun niet door. Ja. Dat is bijzonder, beetje, ja. Ja, een beetje. We moeten naar boven, maar we kunnen naar rechts. Ik kan naar boven. Wat is er boven? Ik heb een large mana potion. En een XP'tje. Oké. En een waterval. Oh, ik ben nu ook hier. Hallo. Nou, hey, ik heb het waterrad geblokkeerd. En door mezelf. Een save point ding. Bij mezelf. Kom. Moet ik daarheen komen? Ik de looproute nu volg. Lekker. Oké. Daar is weer een XP'tje. Oh ja,
Zo. En een gekke doos. Open skills menu en dan zijn skill points. Wow, dus, hoe dan? De X. Oh, en dan staat er links onderin skills. Oh, ja. Maar je hebt er. Ik heb er maar één. Maar ik weet alleen niet of het. Oh ja, als ik nu bij mijn wizard een skill gooi. Je kunt bij één poppetje een skill gooien. Oh ja. Dus ik kan nu instellen dat ik twee dozen in plaats van één kan summen. Hey, we hebben allemaal één. Dus we hebben bij ons allemaal toch één punt. Kun je maar één kiezen. Ik denk dat de twee dozen het handigste zijn. Ja. Want ik doe alleen maar meer schade ja, en ik kom toch al door die skeletons heen. Zijn jullie nu je punten kwijt? Nee, je kunt allemaal een punt inzetten. Ik heb nu een punt ingezet al namelijk. Oh. Ja, Kan bij alle drie kan ik... Ja, ja gewoon voor jezelf. Ja, voor met wie je speelt. Mocht ik wisselen, dan... Ik denk dat het is, ja. Kijk maar. Dus als we gewoon deze karakters dan houden als standaard, dan kunnen we ook gewoon die items zo blijven gebruiken. Ik denk dat we naar links moeten. Wat is hier rechts dan? Dat weet ik niet. Links is inderdaad wel een ding naar boven. Huh. Oké, wacht hier eventjes. Kut. Maar er zal zometeen ook wel die andere knop nog sens maken. Ik kan nergens met mijn ding aanhangen ook. Ik denk dat we er een ding op moeten leggen. Je kunt toch overal met je ding aanhangen? Nee, aan steen kan ik niet hangen. Je kunt hier gewoon springen. Nee, niet. Moet je niet samen erop. Ja. Je kunt gewoon timen. Nee, je moet het niet samen doen. Dan ben je te dik. Hoe noem je mij? Achter mijn lijn. Ging erop. Ik ben bang. Huh? Ja. Zijn we er weer op? Dan doe je het weer samen. Eén voor één, jongens. Kalm aan. En nu allemaal op Murphy wachten. Oh nee, fijn. Cordair doet hetzelfde als wat ik zou doen. Ja, zwaartekracht. Dit is echt fijn. Ja, maar dat is het ook. Spring erop. Ik hou hem tegen met mijn hoofd. Ik ben bang. Ik gebruik mijn hoofd en ik hou hem gewoon tegen als je erop staat. Loop. Nee. Ja. Komt hij niet verder. Hop. Ja. En dan kom ik. En dan kan Tom, kan je hem even vasthouden met je magie. En dan lukt het in één keer. Ik had die bollen er ook op. Heel goed. Lekker. Heel goed. En nu? Nu wil ze wel het aan. Hij leeft nog. Ja, die moest twee keer met twee pijlen schieten. Nieuwong. Oh. Kan maar op één plek tegelijk zijn, skeletons. Niet eerlijk. Als jullie kunnen vechten, weet ik niet. Je hebt zwaartekracht en natuurkunde als jouw wapen. Oh, dat zijn allemaal individuele dingen waar we in moeten staan. Ik kan dat ding bedienen. Ja, ik ook, om er aan te hangen. Kun je daar op kunnen heen nu? Ik ga eerst naar links, want er liggen van die flesjes. Oké. En ik heb hier een... Hoppatee, ik heb een gewicht. Hey, ja. Wat de hel? Het gewicht ligt in de weg. Sorry. Oké, gewoon, meestal kan je het gewoon wegduwen, gewicht. Maar hoe kom jij er nu? Ja, ik kan mezelf besturen met magische krachten. Ja. Je bent vast content dat je weer een jurk aan hebt, of niet? Sowieso. Ik ben gewoon een professionele tovenaar. Daar ligt een flesje boven. Ja, dat wist hij ook. Oh, sorry, ik heb je... Hier linksboven bedoelde ik eigenlijk. Echt? Ja, hier, ik gooi hem naar beneden. Auw. Oh, ligt hier nog zo'n kist die we erachter... Oh, hoe deed je dat nou? Ja, ik heb geen idee. Kun jij aan die tak hangen? Doe even de dubbeltje. Anders ligt er even een kist op mijn bek. Oké. Okay. Ik ben bang. Er is een vuistding. Ja, kunnen we gebruiken. Ga snel! Je kunt dat touw kapot schieten, Marjolein, van de vuist.
En wat levert ons dat effectief op? Ja, er zal iets zijn beneden, maar ik kan niet zien wat... Ja, ja. Ja, een dingetje. En een kistje. Dit dan? Iets mee? Kun je weer omhoog? Maar, ik kan nog iets openen, maar ik... Ik moet erop klikken? Hoe moet ik erop klikken? Hé, hé. Oh, dat wist ik niet. En nu heb ik hem. Nu heb ik hem. Ja. Ja. Spelcastersring. Oh, maar dat is handig. Dat is voor mij wel handig, denk ik. Mogelijk. Ja. Increase mana. Nee, ik weet niet waar je aan het doen bent. Ik sta op een rails. Ja. Kan ik de andere kant op? Maar welke andere kant? Links of rechts? Links. Als je me links houdt, is het de wielen aan. Dus dan ga ik helemaal... Alleen niet wat daar het snut van is. Nee, dus dan moet je misschien toch naar rechts. Je kan die items ook naar jezelf verslepen, Marjolein. Dan heb je meer health. Welke items? Op X. Die Nectar of Life en die spelkastersring, die kan je... Ah, maar het lijkt me dat health voor jou is en dat spelkasters shit voor hem is. Ja, maar we hebben allemaal die items. Hem heeft een naam, hoor. Maar die kunnen we allemaal gebruiken. Ja, want ik heb nou als die... Als ik ze versleep, dan staan ze bij jullie nog steeds bij jullie. Oh, je ziet wel die Nectar of Life. Maar die staan allebei op tovenaartje bij mij. Ja, en dan kan je die Nectar of Life kan je gewoon verslepen. Ja, maar dan... Heeft Tom het ook nog? Echt? Want ik heb de mijne naar mij versleept en jij ziet allebei... Oh, jij ziet de Nectar of Life bij mij? Ik heb mijn spullen allebei bij mezelf nu. Ja. En nu? Dus als ik er nu aan zit? Ja, heb ik ze nog steeds zelf. Jij moet ze gewoon zetten op het poppetje waar jij mee speelt. Oké. Okay. Want ik heb altijd heel veel behoefte aan mana als... Ik heb behoefte aan geen noob zijn. Ja, nee, je plan werkte wel, alleen ik stond aan de andere kant. Ja, inderdaad. Ik wilde hem naar beneden trekken. Zo. Maar je moet hier naar de overkant, hè. Jij kunt hier gewoon naartoe zweven. Je hebt die hele wipwap niet nodig, Marjolein. Wipwap? Wee! Nou, ik ben er. Ja, Corné moet nog even wipwappen. Ja, wipwappen. Waarom kan ik niet springen, jongens? Springen. En dit hele ding kan ik dan weer bewegen. Yo. Oh, links. En? Hier. Hé, hang me op. Lekker. Het. Volgens mij is dit... Oh! Oh, je denkt dat we er zijn. Denkt ook. Ik ben maar 100 keer dood gegaan. Wolvercoat Catacombs. Child in ages. The undead have transformed everything. Surrounded by evil. The wizard was sure that it would belong to the founder of the Astral Academy, one of the three guardians. If they could find his tomb, perhaps they would find a spell to get them out of the trine. En wij zitten ook in die diamant, is het verhaal. Ah. Oh. Maar goed, dames en heren, wij hebben de Academy. God, ik ben de naam vergeten. Hallways? Ja. Academy Hallways hebben wij compleet. En dat betekent dat wij in de volgende video naar de Wolvercoat Catacombs gaan. Afgekort WC. Ja. Dus dat zien we graag. Zien we jullie weer de volgende keer. Van de volgende video ga ik me wel gedragen. Oké. Oké, tot de volgende keer. Doei.